Marien, is de 1-1 tegen XC, voelt het een beetje als een opluchting of gaat dat te ver? Ja, wel een beetje. Het was een intens gevecht. Dus het was ook wel genieten van de wedstrijd met het publiek erbovenop en een goede sfeer. Speelde niet top, maar wel bij vlagen best wel mooie kansen gecreëerd. En het ging op en neer, dus het was ook wel aangenaam om te kijken, denk ik. Ja, uiteindelijk, zeker gezien je bezetting en als je ziet hoe je moet wisselen, met name achterin. Ja, dan ben ik wel tevreden met 1-1, ja. Want ik kan me zo voorstellen dat jij, maar zeker ook de hele ploeg, wel echt op gebrand was om in ieder geval niet te verliezen vanavond. Nou, dat was duidelijk natuurlijk. En dat is vooral de winst van vandaag. En dat ja, vind ik voor, met name ook, zeg maar, wat ik zeg altijd, Excelsior, precies zoals Excelsior is vandaag. Dus een hele mooie banner door de medewerkers gemaakt met foto's van Fortuna en mooie teksten. De supporters hadden een mooie ding met krantenknips die al geweest waren en andere krantenknips die ze verwachten na deze wedstrijd. Ja, daar word ik wel blij van, dat soort dingen. Dan, weet je, als je succes hebt, is het samen hier zo. En als het tegen zit, dan wordt het gelukkig niet alleen naar de hoofdtrainer gekeken, maar doen we het ook samen. Ja, daar word ik heel blij en gelukkig van. En dan weet ik ook weer van hoe mooi deze club is. Ja, maar het rommelt altijd als je slechte prestaties hebt. Ja. Ook bij Excelsior, zelfs bij Excelsior, zou je bijna zeggen. Maar die saamhorigheid was wel echt weer terug vanavond. Ja, daarom. Dat is hartstikke mooi. Dus dat is de grote winst denk ik, van vandaag. Met inderdaad wat je terugziet dan op het veld. Dus dat heb ik ook echt voorgehouden in de groep. Dat moet je ook teruggeven. Dat gebeurde een mooie wisselwerking. Dus dan geeft dat weer wat vertrouwen. En dan is het natuurlijk vervelend dat die 1-1 valt, maar uiteindelijk was het denk ik wel de verhouding van deze wedstrijd. Ja, zeker wel. En natuurlijk had je kunnen winnen en hun kunnen winnen. Maar moet ik zeggen, de laatste 5 minuten met Lens, die corner wel een mooie variant waar we de kans uit krijgen. Laatst was het nog dichtbij. Dus dat had zeker wel gekund, maar ja, het is wel een terechte uitslag. Ja.